Femfrontaal is in Lelystad. We staan hier op het RDW-centrum voor Opel. We gaan in verschillende Opels, in dit geval in de Opel Astra, gaan we allerlei safety features testen. Dus we gaan sliften, we gaan proberen te driften. En ik weet niet of jullie hem al zien, maar hierachter, dat is de Opel Adam, het rallykanon, de R2. Daar is Timo van der Marel dit jaar kampioen in geworden met zijn Nederlandse vrouwelijke rally navigatrice. En ik ga straks naast Timo plaatsnemen om even te kijken hoe dat nou voelt in zo'n Adam rallywagen. Nou, we gaan nu het Opel i-systeem testen. Dat is een systeem waarmee je tot 30 km per uur zelf afremt voor een obstakel. In dit geval is dat dit obstakel. Het is een echt schone kussen. Kijk maar. Gewoon een protectiesysteem. Dat mocht het misgaan op de een of andere manier, dan is de auto in ieder geval nog heel. Maar daar gaan we niet van uit. Als het goed is, stopt hij tot en met 30 km per uur uit zichzelf zonder schade te maken. Dat ga ik natuurlijk even proberen. Woonerf waar we in rijden. We zijn afgeleid. Aan het begin van de rit zijn de mensen het meest afgeleid. En hij rent vanzelf. Zo. Gelukkig. We gaan zo inparkeren zonder te sturen. Dat gaat het systeem helemaal zelf doen. Super makkelijk. Dan zie je ook op je dashboard dat hij een plaats gaat zoeken. Ja. En het enige wat we nu even moeten doen is even rustig langs die plaatjes rijden. Zodat hij de tijd krijgt om te scannen of er voldoende ruimte is. Want als er namelijk niet voldoende ruimte is, dan slaat hij het ook gewoon over. Dan zal hij daar een nieuwe opdracht geven. En de opdracht is langzaam achteruit, dus je schakelt hem ergens achteruit. Het enige wat je moet doen, is de snelheid bepalen. En dat doe je met je rem. Je hoeft niet meer aan het stuur te komen. Niet. Rijd langzaam achteruit. Ja, dat is heel langzaam. En stop. Stoppen. Ja. En nu zal hij een volgende opdracht geven, want hij wil een klein stukje aansluiten. Niet aan het stuur komen. Rijd langzaam. Vooruit. Tot die paal weer vol zit. Stop. En dan zal hij een groene vink geven dat hij klaar is. P. Check. Check. Geparkeerd. Handig Shoppen. Systeem. Ja, toch? Ik doe trouwens alles, al deze oefeningen. Ik weet niet, ik zou het laten zien of je het ziet. Op mijn hakken. Want ja, dit zijn tenslotte wel een rijvaardigheidstraining om je voor te bereiden op noodsituaties. Ja, in het normale verkeer eigenlijk. En ja, daar rij ik natuurlijk ook niet met mijn sportschoenen. Dus dit soort dingen moet ik ook allemaal met mijn hakken kunnen doen. Rondje draaien. In het rondje gaan we even voelen wat de auto doet als je op glad gedeelte komt. Nou, achter mij hebben we een hele gladde rotonde. Daarbij kan de auto dus uitbreken. Nou, je kan zien dat er heel veel veiligheidssystemen op de auto zitten, waardoor je de auto toch prima in beheersing in bedwang kan houden. Ik ben al iets aan het doen wat eigenlijk nog niet mag. Kijk maar achter mij. Er staan de hele club met dames. Maar dit dingetje, de Opel Adam R2, is natuurlijk super interessant. Kijk eens wie naast mij staat. Timo van der Marel. Nou, wij gaan een stukje rijden. Ik heb het je net al laten zien in de Opel Adam R2. Hoeveel pk heeft dat monster? 190. 190 ja. pk. En dat doe je natuurlijk niet alleen, hè? Want je bent Nederlands kampioen geworden. Ja. Maar het is rallyrijden, dus dan zit je met twee in de auto. Want je hebt natuurlijk iemand nodig die je moet uitleggen hoe je moet rijden. Ja. En dat is een... Dat is een vrouw. Ja, dat is een vrouw. Dus ik voel me heel vertrouwd met jou daarnaast. Oh, heel goed. Hoe heet die dame? Rebecca. Rebecca. Ja. En doet ze dat al lang? Ja, we hebben elkaar leren kennen in het WK. Toen reden we allebei op WK-niveau. Hetzelfde kampioenschap. En uiteindelijk hebben we besloten om samen te gaan rijden. Dus het bevalt goed. Ja, zo te zien. Kampioen. Ja. Maar in een Opel Adam. Nou, zou ik zelf zeggen, Opel Adam, ja... Zie ik niet zo echt als een rallywagen, maar... Nee, maar dat zullen we zo meteen wel meemaken, dat het echt wel een rallywagen is. Het is speciaal er helemaal voor gemaakt. Het is een speciale tak bij Opel die zich echt alleen maar bezighoudt met de motorsportgedeelte. Alles gericht op de prestatie verhogend. En het ziet er van de buitenkant nog vrij normaal uit. Maar als we zo meteen binnen de auto kijken, dan kan je zien dat het helemaal niks heeft met een straatauto te maken. Nou, dan ga ik dat zo even doen.
Leuk. Dankjewel. Zie je wel weer. Nou, daar ben ik. Ik had zeg maar beter mijn eigen helm mee kunnen nemen. Dat maakt natuurlijk helemaal niet uit. We gaan het gewoon zo doen. Kijk, en zo ziet hij er dus van binnen uit. Ik draai niet meer in Nederland dan. Dus nu draaien of het is... Kussen.